Smeltende de sneeuw uit het buitenland, regen, regen en nog eens regen en dus een compleet verzadigde bodem. Waterschap Amas heeft de handen vol aan het water in onze regio. Hoe ze ervoor zorgen dat we onze voeten toch droog houden, dat horen we van dijkgraaf Mario Jacobs. Welkom bij Focus. Meneer Jacobs, hartelijk welkom. Dat u deze drukke periode even hier kan zijn is fijn. Um, want u heeft denk ik weinig van de feestdagen meegekregen, of valt het mee? Nou, op zich valt het mee. Ik heb zoals dus iedereen aan de kerstdis gezeten. Alleen ik was niet altijd met de gedachten bij. Want ja, je gedachten gaan vooral uit naar van: stel dat het nog harder gaat regenen, waar blijft al dat water? Ja. Nou, hebben jullie? een soort van mazzeltje gehad. Want uh, er zat wat tijd tussen de ene periode van regen... en de, regie, de periode van regen die we net eigenlijk een beetje hebben afgesloten. Ja, we hebben een gelukkig, een korte, droge periode gehad. En dan hebben we alles op alles gezet om ons systeem... zeg maar de sloten en beken, zo leeg mogelijk te krijgen... zodat als het weer gaat regen, regenen, we weer ruimte hebben. En die ruimte die hadden we dus en hebben we dus hard nodig. Ja, dan ga ik u toch vragen wat er gebeurd was... als u die periode niet had gehad... Nou, dan hadden we het hard te halen gehad. En dan uh, zou dat betekenen dat we onze waterbergingsgebieden... waar we het overtollige water kunnen parkeren, hadden moeten inzetten. Ja, uh, daar komen we zo meteen nog even op over die, over die waterbergingsgebieden. Uh, wat doet een dijkgraaf eigenlijk in, in, in deze periodes? Want u, ja, u bent ook een soort calamiteitencoördinator, denk ik. Precies, net zoals een burgemeester bij een crisis naar voren stapt... doet een dijkgraaf dat bij een watercrisis. En je, we hebben nu zeg maar, een watercrisisje. In ieder geval in ons werkgebied. En uh, dan stap je naar voren. Dan regel je de communicatie. Dan overleg je met burgemeesters. En je neemt besluiten. Bijvoorbeeld zetten we wel of niet een bergingsgebied in. Ja. Um, die, 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 die situatie die er nu is. Hè, u zegt een crisisje, Daaruit maak ik al op. Dat, u het, hè, dat, dat het klinkt. We hebben het onder controle. Laat ik het zo samenvatten. Is het, klopt dat? Ja. Ik wil het niet bagatelliseren. Want er gebeurt echt wat buiten. Maar ik bedoel precies wat u zegt. We, zei, we hebben het. Onder controle. En ik moet zeggen, daar ben ik wel trots op. Want onze mensen werken dag en nacht buiten. om ook ervoor te zorgen dat dat zo blijft. Want wat, wat is eigenlijk de, de, de verklaring voor de situatie waar we nu in zitten? Ik, ik, zeg, ik had ja. het net over smeltende sneeuw. Ja, smeltende sneeuw niet direct. Dat speelt zich vooral af bij de, uh, bij de Rijn. Maar wat je ziet, we hebben nu bijvoorbeeld het natste jaar sinds de metingen begonnen zijn, 1906. Het heeft nog nooit zoveel geregend. Dus de hele bodem is verzadigd. Als een spons helemaal vol. En alles wat je er bovenop laat vallen met regen, kan gekant op. En dat moet dus afgevoerd worden in de beek en de sloten. Maar die zit ook vol. Dus waar laat je het? En dat is wat nu gebeurt. Het water komt van onder, het water komt van boven. En wat we nu ook zien, het komt met een maasgolf aan via de maas. Die we hier in Dambos rond maandag verwachten. Ja. Uh, kortom, het komt van alle kanten en, en, en dat maakt de situatie ook zo zeldzaam, denk ik dan. Ja, wat het bod ook zeldzaam maakt, is dat wij uh, het Berenschuit Haveld hebben moeten inzetten en dat is de allereerste keer dat we dat hebben moeten doen. Ja, want dat, dat stond altijd al wel klaar of zo. Hoe moet ik dat zien? Ja, we hebben eigenlijk sinds 95 al zijn we aan het nadenken. Hoe kunnen we? voorkomen dat we nu een 95 krijgen. Ja, even voor de, voor de mensen die, die, die toch wat jonger zijn. In 1993 en 1995 hadden we enorme overstromingen in Nederland. Hè? Ja, die beroemde foto die iedereen wel kent, denk ik, hè? de surfer op de A2 bij Danbos, uh, dat was 1995. Ja, dat wil je niet meer. Dat wil je niet meer. Dus we hebben overal plekken aangewezen en gemaakt waar we het water zeg maar, kunnen ophouden, voor een hele tijd kunnen parkeren en als systemen het weer toelaten, we kunnen laten afvoeren. En dat, uh, ja, dat hebben we niet voor niks gedaan. Nee. Dat, dat nu heeft ook. u nu voor de eerste keer gedaan. Heeft dat goed gewerkt? Ja, ja. bij uh, uh -huh. Hamhaveld, bij uh, Vechel heeft het uitstekend gewerkt. En het heeft ervoor gezorgd dat de kern van Vechel in ieder geval droog bleef. Ja, maar dat betekent ook dat als je zoiets niet hebt, dat de kern van Vechel niet droog blijft. De bijgroene sigaar. Ja, oké. Okay. Dus dat zijn hele belangrijke uh, wateropbergingsgebieden. Hebben we er daar veel van? Relatief veel, maar eigenlijk nog te weinig. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, wat we noemen het hoogwaterbeschermingsprogramma Den Bosch, uh, Hebben we daar nog voor 14 miljoen uh, kub aan, uh, uh, aan berggebieden liggen, en er moet voor 36 miljoen kub nog bij. Dus dat zijn flinke getallen. En daar heb je ruimte voor nodig, en die ruimte is er bijna niet. Nee, maar dat betekent dat als zo'n situatie als dit nog een keer erger wordt, dat je dan in Den Bosch geen droge voeten houdt. Dat klopt. En dat is precies de reden waarom we nu nieuwe berggebieden aan het maken zijn. Ja, maar waar komen die dan in dan bos? Nou, we hebben nu Bolte Bosse Broek al, uh, al liggen. En we zijn nu gewoon aan het zoeken met de gemeentes hoe je water boven kunt vasthouden. Want alles wat je boven vasthoudt, komt niet naar beneden, gaat niet naar dan bos. En rondom dan bos en dat zoeken, dat zijn we nu aan het doen. Oké, okay, dus dat is, uh, maar goed, dat is een situatie voor de langere termijn. Dat is een situatie voor de we, we ons nu even niet druk over te maken om uh... nou ja, aan de andere kant. Je het weet kan... niet wat de komende nee. week gaat nee, gaat het, ja, het, het gebeuren, kan ja. morgen gebeuren zeg maar. Nee, nee, oké. Okay. Um, want het is nog niet zo erg geweest als dat het nu is. Als je naar de regen kijkt, niet. Het heeft nog nooit zoveel geregend als dit jaar. Nee. Um, een week terug leken er bijvoorbeeld ook nog geen problemen met, met, met de Maas. Maar nu, weliswaar, is dit niet een nieuw gebied. Maar in, in, in Limburg is er al een, een, ja, een overlaat wat doorgebroken is, begrijp ik. Hè? Ja, ja er is ook een soort overmacht. Dat gebeurt je gewoon. Dat kun je bijna niet voorbereiden. Maar wat je ziet is, en dat is ons geluk geweest, is dat het een hele tijd droog is geweest in de Ardennen. Waardoor we de Maasgolf niet meteen hadden met de hoge A en de hoge Dommel. Want dan heb je echt een probleem, want dan botsen die golven zeg maar, op elkaar en kun je het water niet meer kwijt. Dus die vertraging in de regende Ardennen heeft ons van masseltje gezorgd, maar nu regent het wel. En flink. En dat zorgt voor een nieuwe piek. En die piek die is nu bij Maastricht. En dat merk je nu. Daar kunnen ze het op sommige plekken niet goed aan, maar ook daar zijn ze, heb ik begrepen, in controle. Ja. En dat betekent dus, u zei het al, dat komt maandag naar, uh, 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 naar deze regio. Ja. En daar bent u wel goed op voorbereid. Daar zijn we <coughs> heel goed op voorbereid. Wij ja. zorgen ervoor dat uh, we controleren de dijken. Uh, recent hebben we bijvoorbeeld bij Megen een, uh, een dassenhol weggehaald. Omdat dat een enorm risico was in de dijk. En die controles doen we continu en die voeren we op naarmate de maasgolf dichterbij komt. Ja. Dat lijkt me. Een, een enorm uh, aantal mensen vergen dat, dat op dit moment werkzaam moet zijn voor, voor het waterschap. Ik denk ja. alle verloven ingetrokken. Nou, weet je wat, wat het hele mooie <kwijnt> is, we hoeven geen verloven in te trekken, want de mensen melden zichzelf. Net zoals jullie 21 met de hoge maastand mensen vrijwillig terugkwamen van vakantie, zie je nu ook mensen een vinger opsteken, wij willen graag helpen. En dat zegt ook eens over het werk. Hè? We doen heel zinvol werk. Dus Mochten er nog mensen zijn die willen solliciteren en zinvol werk willen hebben, dan zou ik zeggen: check onze website. U heeft en nog een meld paar jaar jaar. met vacatures. Ja, 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 dat is bekend. Nee. Bijna elk bedrijf heeft dat wel, maar dit is, dit is natuurlijk een bijzonder. Uh... Bijzonder ik, mooi bedrijf. <laughs> ik, ik twijfel er niet aan, meneer Jacobs. Um, de, de, de A die, die heeft weer een hele andere dynamiek dan de Maas. hè? Kunt u daar iets over zeggen? Ja, dat klopt, omdat, wat ik zei, de, de Maas eigen regenrivier afhankelijk van regen, die valt vooral in Ardenne en Noord-Frankrijk. Terwijl de A hier afhankelijk is van de regen die gewoon hier in ons werkgebied valt. Ja, en die is, als we naar buiten hebben gekeken bij de feestdagen, enorm eh, naar beneden gekomen. Dus ja, en dat heeft effect op de A. En heeft dat, ja, dat heeft toch wel op bepaalde plekken, weliswaar uh, niet zozeer in, in ons gebied, maar daar hebben toch wel verschillende plekken echt last van gehad. Ja, als ik denk aan Kromvoort en dergelijke. Ja, uh, we zien het sowieso op de Akkers. Hè. Ik bedoel, de, de boeren hadden echt heel veel moeite om te oogsten. Ze konden sommige plekken gewoon niet oogsten. Als je kijkt naar, uh, naar de aardappels. Maar je ziet er ook dat sloten en beken buiten oeverstreden uh, wegen onder water staan. Ja, en dat sommige bruggen kiele-kiele is of het water het goed onderdoor kan. Je hoefde maar naar buiten te lopen en je zag meteen wat er aan de hand was. Ja, um, dan heeft u ook nog iets nieuws gedaan. U heeft een belteam opgericht. Waarvoor was dat ja, nodig? Wat wij merkten, heel veel uh, ver, verontruste <kwijnt> mensen die belden... of omdat ze zelf een ondergelopen kelder hadden... of omdat ze zagen dat de straat onder water stond. Ja, en dan denken mensen water... Dus het waterschap, dus als er problemen zijn, bellen we het waterschap. Maar moet je bij een ondergelopen kelder wel het waterschap bellen? Nee, maar we wilden de mensen wel op een goede manier doorverwijzen. Dus we hebben alle telefoontjes beantwoord. En ze ook doorverwezen naar de goede instanties. Maar eigenlijk is de oproep, uh, als het in je eigen huis zit... bij je, een groter op jezelf aangewezen. Als de straten onder water staan, bel dan de gemeente. Die kunnen er iets aan doen. Als de putdeksels loslegen in straten... of als je brandgevaar of uh, kortsluinsgevaar hebt, bel brandweer. Niet het spoednummer, maar 0900 0904. En als echt je leven in gevaar is, bel de brandweer met 112. En wanneer bij je dan? Ons? Ja, dat zou ik dan willen vragen. Ja. Dat is een hele goede vraag. Als je ziet dat er iets met de dijken is, of dat je ziet dat duikers verstopt zijn. En duikers, het zijn die buizen die onder de weg lopen en bijvoorbeeld twee beken of sloten met elkaar uh, verbinden. En je ziet daar het water omhoog komen en je ziet sloten en beken overlopen. Dan? bij ons het goede adres. Dan moet je wel bij het waterschap ja. zijn. Okay. Maar los daarvan, als u ons belt, verwijzen u altijd door... naar de goede instanties. Ja. Um, het, 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 um, nou die, 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 die waterbergingen hebben we eigenlijk al besproken. Daarvan, uh, daarvan is er dus nu één gebruikt. Dat is goed gegaan. Dan moeten er dus nog meer van komen in de toekomst. Um, extra pompen gemalen. U heeft een belteam opgericht. Ja, eigenlijk kunt u niet veel meer doen dan dat, hè? Nee, ja, een kaars opsteken. Als het gaat om het weer. Ja. Want, nou ja, dan, dan zijn we dus nu enigszins gered, want het wordt vanaf nu zo ongeveer droger. Ja. Uh, maar nu komt er een ander probleem, dat, is, dat denk ik dan om de hoek kijken. En uh, dat, dat is uh, dat uh, water uh, als het heel koud wordt, bevriest. Zover heb ik nog net opgelet op school. Wat betekent dat dan uh, voor het waterschap? Want uh, bevriest dan ook het water in zo'n verzadigde dijk? Ja, de risico's zijn er wel. Maar als ik kijk naar de vorstperiode die er is, die is vrij kort. En hoe hard het gaat vriezen, denk ik dat het heel erg uh, meevalt. Dus daar hoeven we ons even geen zorgen over te maken. Gelukkig. Dus, ja, het oh ja, uh, het ja, wordt het geen zijn... tocht. Nee, dat is ook wel heel veel mensen dat heel graag zouden willen. Uh, maar er wordt toch wel verwacht dat mensen mm. <coughs> links en rechts kunnen gaan schaatsen. Dat zou dan natuurlijk ook wel op al die plekken kunnen... waar nu heel veel water staat. Of brengt dat nog gevaren met zich mee? Ja, sowieso als ik kijk naar de vorstperiode die we krijgen, is het niet aan te raden om op open water te gaan, te gaan schaatsen. Misschien ondergelopen grasveld wel. Maar niet. En sowieso als je gaat kijken naar het hoge water. ga niet op de kaders staan of op de dijken die verzadigd zijn. Want daar beschadig je de dijken en de kaders mee. Waardoor we dadelijk weer problemen krijgen als het water weer stijgt. Ja, want op een gegeven moment gaat het natuurlijk ook weer. Uh, nou ja, u zegt het is een korte periode van vriezen. Uh, dat betekent dat het water allemaal weer gaat ontdooien. Dan gaat het alsnog natuurlijk weer doorstromen. En ja, we weten, zover kunnen we niet kijken wat er dan weer gaat gebeuren met het water. Maar dan heeft u misschien even die droge dagen. Daarmee kunt u weer even op adem komen. Ja, we zijn heel dankbaar voor die droge periode, want precies zoals u zegt, ons systeem krijgt dan gewoon een adempauze. We kunnen de sloten en beken weer voor een groot deel uh, leeglaten. De waterberging die we hebben ingezet kan ook helemaal leeglopen. zodat alles weer klaar staat voor mogelijke wijze volgende buien. Ja. En dan gaat u, neem ik aan, naar afloop van dit hele verhaal de zaak weer evalueren. Of het allemaal goed is gegaan. Ja, dat doen we standaard. Want daar willen we van leren om de volgende keer nog beter te doen. Want ja, voordat je het weet, gebeurt het weer. Uh, want ja, het klimaat verandert. Ja, want dit, 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 heeft, dit is geen weer meer, maar dit is klimaatverandering. Ja, wat we zien is dat klimaatverandering zorgt ervoor dat we meer extremen krijgen. Ja, en dit is een extreem. En de extremen worden Ja, Maar dus ja, het kan ook weer zo zijn dat we het in juni krijgen, bij wijze van spreken. Nou ja, we hadden in uh, juli 21 een, een enorme maasgolf. Dat was echt ongekend, hartje zomer. En tegelijkertijd, wat ik eerder aangaf, we hebben het natste jaar ooit, maar in dat natste jaar ooit gemeten, hadden we ook 39 droge dagen achter elkaar, wat ook een record was. Dus ja, ik denk dat we gewoon moeten wennen aan records. Ja, en daar moet u steeds meer op inspelen als maatschappij. Steeds meer, dus eigenlijk wordt ons werk steeds interessanter. Ja. Had ik al gezegd dat het heel interessant is om ons te werken <laughs> of niet? <laughs> ik denk dat het tijd wordt om het gesprek ja. te beëindigen, maar het zal er misschien wel op neerkomen dat we elkaar hier elkaar aan deze tafel iets vaker zullen spreken. Dus dan mag u die oproep ja. nog eens een keer doen. Heel graag. Oké, okay, hartelijk bedankt voor uw komst naar de studio en tot zover deze aflevering van Focus Actueel Nieuws.